Het onderonsje tussen Kwakman en Bakuna is veelzeggend. Het loopt niet bij Groningen. Tot overmaat van ramp had Groningen juist vandaag tegen NEC punten kunnen pakken. De kansen hebben ze gekregen, ze hebben ze niet benut. Terwijl Groningen ze ook tegen NEC makkelijk tegenkrijgt. Tot twee maal toe na een spelervatting. Ja, het mag niet gebeuren, we hebben grote luchtmacht en we krijgen toch nog doelpunt tegen. En aanvallend profiteren we er niet van, terwijl we toch grote luchtmacht hebben. Ik denk dat het gewoon veel beter moet. Wat moet ik van zeggen? Het moet gewoon beter, dat ziet iedereen wel. Ja, maar laatst zeker is het inderdaad niet zo best. Hoe komt dat? Ik denk scherpte en de wil misschien om die duel echt te winnen daar. En dus inderdaad laatste week typerend. En ondanks dat Groningen een aantal kansen heeft gecreëerd, blijft het spel armoedig. Bovendien ligt zo langzamerhand de na-competitie in de strijd tegen degradatie op de loer. Het verschil is slechts één punt. Is het besef er ook bij jouw spelers dat er nu wellicht naar onderen gekeken moet worden en wellicht zit er degradatievoetbal aan te komen? Ja, maar dat heeft geen enkele zin. Ik snap wel, er zijn heel veel doemdenkers en die gaan naar beneden. Het heeft geen enkele zin om naar de ranglijst te kijken. Dat heb ik ook niet gedaan als je hoog staat. Wij moeten ons richten op het verbeteren van het spel. En dan maakt het niet uit waar je staat. We weten welke selectie we hebben. We weten welke spelers we tot onze beschikking hebben. En daar moeten we mee aan de slag. En nogmaals, als we doorgaan zoals we dat nu doen, dan gaan we straks wedstrijden winnen. Op dit moment moeten we toch rekening houden met beneden. Ik bedoel, we lopen niet genoeg punten te pakken. En als je toch naar boven wil, je wil naar een play-off plek, dan moet je punten pakken. En ook tegen dus ook directe concurrenten. En als je dan je verliest, dan moet je volgende week gewoon winnen.